En dan somber nieuws in de aanloop naar Batibouw. Want steeds meer aannemers rekenen de enorme prijsstijgingen van de bouwmaterialen door aan hun klanten. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu kan de Confederatie voor de Bouw het ook met cijfers bevestigen. De prijsstijgingen worden al bij 2/3 van de contracten doorgerekend en zelfs bij de helft van de al langer lopende contracten is er een prijsherziening. Bij isolatiefirma Elterm uit Kampenhout laden ze goud in hun loods. Puur goud. De prijs van polyurethaanplaat steeg enorm. 60% op een periode van nog geen jaar. Het is het meest populair. Meest populair, omdat door het feit dat het polyurethaan is, is het voordeel dat een kleine dikte een betere isolatiewaarde geeft. Dus heel populair, ja. En die prijsstijging wordt effectief doorgerekend aan de klant. Zeker in nieuwe contracten. Wat we nu zien, is dat voor nieuwe contracten er bijna standaard een prijsherziening wordt voorzien in contracten voor de klanten. Dus in 2/3 van de nieuwe contracten worden de prijsstijgingen doorgerekend aan de klanten. Wij zijn verplicht van dat door te rekenen, willen we kunnen blijven overleven. Bij bestaande contracten wordt in 40% van de gevallen de peer in twee gesneden. Ook zonder prijsherzieningsclausule. Veel keuze hebt u niet. Naar de rechtbank stappen duurt lang, boetes schrikken niet altijd af en pas op voor te goedkope aannemers. Ik noem dat malafide aannemers. Die bestaan uiteraard. En het grote risico is dat daar naartoe gegrepen wordt, dat die mannen zijn, we gaan dat wel voor je oplossen en zo op korte termijn gaan we voor jou wel iets bouwen. Meestal vraagt die het ook nog eens voorschotten en wat merk je op? Binnen een aantal maanden is de failliet en ben je natuurlijk je voorschot kwijt. In plaats van elkaar duvel aan te doen met advocaten en naar de rechtbank te gaan, open de dialoog tussen klant en aannemer om samen door dit moeilijk weer te geraken. En nogmaals, veel keuze hebt u niet. Op de bank brengt geld niet op, maar investeren in isolatie blijft wel goed voor uw gasfactuur. En hopen dat de prijsstijgingen stoppen zit er niet in. Ook bouwvakkers kosten meer. Alle prijzen zijn aan het stijgen, inderdaad. Niet alleen die van de materialen, ook van de loonkosten. Wij zitten momenteel met historisch hoge loonindexering in de bouw. Ook daarvan gaat een deel doorgerekend worden naar de klanten.